En bij ons in de studio, Axel Ronsen van N-VA, u stelde een vraag aan de minister over de bananenrepubliek, de uitspraken van de Vlaamse bouwmeester. Die zegt dat we dus in een bananenrepubliek leven wat betreft ruimtelijke ordening. Staat u daarachter? Maar het is scherp verwoord, maar hij heeft wel de verdienste dat hij op die manier een thema, die toch niet onbelangrijk is, op de agenda plaatst. Ja, en dat is belangrijk. Volgens u, hij zegt eigenlijk, we moeten opnieuw meer centraliseren. De gemeenten krijgen te veel autonomie. Wel, eigenlijk is zijn vaststelling de volgende. Nogal wat architecten, maar ook aannemers, natuurverenigingen, burgers, die stellen vast, ja, in heel Vlaanderen zijn er bijna 300 verschillende voorschriften over hoe groot een badkamer, hoe hoog een slaapkamer mag zijn. Dat zijn zaken die op zich weinig te maken hebben met goede ruimtelijke ordening. En hij zegt van, laat ons toch een keer bekijken hoe we die verschillen kunnen wegwerken, zodanig dat het leven voor iedereen wat eenvoudiger ja, wordt. Ja, want hij spreekt over verrommeling en over slechte beeldkwaliteit. Hè, door het feit dat er eigenlijk een cacophonie is volgens hem en volgens u dan ook. Wel, ook die vaststelling klopt. Het is goed dat gemeenten een eigen autonomie hebben. Elke stad, elke gemeente heeft zijn eigenheid. De ene gemeente is veel groener. De andere gemeente kampt met veel meer kansarmoede. Dus die moeten daar zelf op kunnen inspelen. Maar wat je ziet, is dat toch heel wat totaal verschillende beslissingen in het verleden zijn genomen. En ik denk dat niemand kan ontkennen dat Vlaanderen op vlak van ruimtelijke ordening inderdaad ja, op sommige momenten echt een zootje is geworden. Ik kijk naar de kust, de grote betontorens die het zeezicht verbergen. Kijk naar heel veel baanwinkels die er zijn, die er ook voor zorgen dat de mobiliteit niet altijd even goed loopt. Dus daar heeft die man echt een punt. Ja, maar de minister lijkt uw kritiek toch niet te delen. Ze zegt er is een codex, er zijn uniforme regels, er is een kader. Dus daar wordt in principe niet van afgeweken. En bovendien zegt ze ook, elke gemeente moet zijn eigen accenten kunnen leggen. Wij zeggen ook dat elke gemeente zijn eigen accenten moet kunnen leggen. Ik vind dat ook heel belangrijk. Maar je mag dan tegelijk niet in de val trappen om ervan uit te gaan dat er geen probleem is. Als er meer dan 300 verschillende regeltjes zijn over de grootte van een badkamer of de hoogte van een slaapkamer, dan vind ik dat je dat als politicus daar toch even moet bij stilstaan. En moet nagaan, hoe kunnen we samen met die gemeenten een aantal dingen uitwerken rond woonkwaliteit, die uniform zijn over heel Vlaanderen, zonder dat die eigenheid van die gemeente verloren gaat. Wat is die rol eigenlijk van zo'n Vlaamse bouwmeester? Wel, de Vlaamse bouwmeester is eigenlijk iemand die heeft eigenlijk een college, dus heeft ook een aantal medewerkers, die werkt adviserend. Die heeft eigenlijk tot doel om gemeenten, wanneer ze dat zelf willen, bij te staan over projecten die te maken hebben met de herinrichting van publiek domein. Ik kan u een voorbeeld geven. Ik ben van Kortrijk. Dat is een groot bedrijf van Marken, in sanitaire toepassingen en zo meer gespecialiseerd. Dat bedrijf verhuist. Wij hebben de Vlaamse bouwmeester gevraagd om ons advies te geven wat we kunnen doen met die ja, toch wel ongeveer 10 hectare die vrijkomt, redelijk centraal in de stad gelegen. Dat is een voorbeeld. Een ander voorbeeld is, hij gaat echt advies gaan geven ook over hoe hij ruimtelijke ordening gaat zien. Hij gaat naar het buitenland gaan kijken, zeggen van kijk, je kunt veel meer doen met minder mensen op een plaats. Je kunt meer gemeenschappelijke zones rond groen gaan voorzien. En ten laatste, en dat vind ik een heel belangrijke rol, ik vind dat die man ook moet kunnen provoceren. Ruimtelijke ordening is eigenlijk een beleidsdomein die zeer technisch is. Hè. Dat is niet altijd even leuk om naar te luisteren, je wordt daar niet altijd even wakker van. Maar die man slaagt er wel in door soms heel controversieel uit de hoek te komen, dingen die hij zegt waar ik het ook niet mee eens ben, om dat thema bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Ja. Ik vind dat ook een verdienste. Minister Schouwvliegen zegt, ja, hij schudt wel hard aan de boom. En Lydia Peters van Open VLD, als ik het goed heb begrepen, vindt zij eigenlijk dat hij daar te krasse uitspraken doet en misschien dat zijn rol wel ingeperkt moet worden? Ja, ik heb dat ook gehoord. Ik vond dat eigenlijk vrij verrassend voor iemand die uit een partij komt of een partij vertegenwoordigt, die staat voor de freedom of speech. Net die partij die zegt, we moeten de bouwmeester moet aangesproken worden door de minister en de minister-president. Ik vind dat eigenlijk flauwekul. Laat ons toch een volwassen democratie zijn die net tolereert dat iemand over een thema die zo belangrijk is als ruimtelijke ordening ons af en toe eens provoceert. Als je u als politicus
of als meerderheid niet laat provoceren, dan zit je denk ik met een probleem. Nu, u zei het daarnet al, de Vlaamse bouwmeester heeft een adviserende rol. Hij heeft een soort toering wegenhulp op poten gezet, maar dan voor gemeentes, een draaiboek eigenlijk, wat betreft ruimtelijke ordening. Maar de minister schijnt het wel in de wind te slaan. God, nee, ik denk dat de minister daar ook veel gevoel voor heeft. De minister heeft vandaag eigenlijk, naar mijn bescheiden mening, een beetje een non-antwoord gegeven op mijn vraag. Ik vind dat een belangrijke thematiek. Het feit dat er 300 verschillende voorschriften bestaan over de grootte van een badkamer. Ik vind dat we dat debat ook moeten voeren, zonder telkens te zeggen, ja, maar dan respecteer je de autonomie van lokale besturen niet. Dat is flauwekul. Iedereen respecteert de autonomie van lokale besturen. Ik ben zelf ook verkozen als gemeenteraadslid. In Kortrijk wil ik ook eigen accenten leggen op vlak van ruimtelijke ordening, maar tegelijk vind ik dat we gevoelig moeten zijn voor opmerkingen van architecten die telkens per gemeente dikke boeken moeten doorbladeren om zeker te zijn dat hetgeen ze tekenen in overeenstemming is met voorschriften. Ja, goed, u zegt het debat moet gevoerd worden. U heeft het debat hiermee aangestoken. Wat nu? De minister heeft een antwoord gegeven, maar wat nu? De 300 verschillende regels blijven bestaan. Ja, dat blijft bestaan. Mijn vraag heeft niet heel veel opgeleverd resultaat die ik zelf had gewild. Wat had u gewild? Maar ik had gewild dat de minister ging gezegd hebben van kijk, ik ga zelf samen met de Vereniging van Steden en Gemeenten, de VVSG, en met architectenorganisatie, NAV, en met de bouworganisatie en zelf natuurverenigingen eens in overleg gaan en nagaan op welke manier we enerzijds die lokale autonomie goed kunnen respecteren, maar anderzijds toch de vraag van een grote doelgroep, klanten noem ik dat, tegemoet kunnen komen. Ik vind dat ze dat echt moeten doen. Ja, maar die VVSG die zegt dat de regelgeving moet kunnen verschillen om beter te kunnen inspelen ter plaatse. Dus eigenlijk staat die sowieso al aan de kant van de minister, begrijp ik? Ja, en ik vind dat ze daar ook een juiste snaar raken, maar toch vind ik dat ze moeten durven luisteren. Wij politici zijn verkozen, onder meer door architecten, onder meer door burgers met bouwplannen, onder meer door aannemers. En als die zeggen van mensen, het loopt de spuigaten uit, de diversiteit in voorschriften, dan vind ik dat we op zijn minst de beleefdheid moeten hebben om naar hen te luisteren en met hen te bekijken op welke manier we het leven voor hen makkelijker kunnen maken. Oké, dankjewel Axel Ronsen. En u kijker, bedankt voor het kijken. Stem morgen op ons af om 14:00 voor het vragenuurtje in de plenaire. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.